En in Utrecht is nog altijd het Nederlands Filmfestival aan de gang. Daar is ook onze verslaggeefster Fleur Bok bij de gala-première van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. En bij dit gala worden 10 korte films vertoond. Die zijn gemaakt door in totaal 255 Utrechtse basisschoolleerlingen. Dag Fleur, je bent in Utrecht dus bij een gala-première. Betekent dat alle kinderen ook in avondjurk en black tie zijn? Nou, enorm. Het had een enorm glamourgehalte hier vanochtend. Ik wist niet wat ik zag. Alle glitters en hoge hakken en strakke pakken. En zenuwachtige kinderen die hier met zo'n 250 inderdaad naar de bioscoop gingen. In de Wolfbioscoop in Utrecht. En het brein daarachter, degene die dat toch allemaal heeft opgericht, staat naast me. Philip. Ja, dat klopt. Het was een leuke ochtend, hè, denk ik. Het was een leuke ochtend en het was inderdaad glamorous. Maar al die kinderen naar de film, film maken, acteren, schrijven. Leidt dat niet een beetje af van het thema de kinderrechten? Nee, ik denk dat de kinderrechten, daar zijn ze natuurlijk op de school heel erg mee bezig. Ze krijgen online les daarin en zo. En dan is er op een moment na het harde werken van de film maken, is er het moment van de première. En dan, ja, dat mag ook wel een echt feestje zijn. Dus dat was deze ochtend dus. Ja. Ja, want hoe gaat het verder? Want het is dus het Kinderrechten Filmfestival. Hoe gaan de scholen daarmee aan de slag? Ja, ze krijgen eerst online les en dan leren ze over de kinderrechten. Nou, dan gaan ze zelf een verhaal schrijven en dan kunnen ze of zelfstandig helemaal een film maken, of ze kunnen het naar een filmcoach sturen die van ons dan één keer ongeveer twee, drie uur langskomen om de film samen met de groep op te nemen. En dan is de grote première en dan zijn er in totaal in 11 steden zijn er zo'n 20 premières waarbij wij de kinderrechten dan allemaal centraal staan. Ja, en dit was dus de eerste. Ik was vanochtend bij basisschool De Fakkel en daar waren de meisjes zich al zenuwachtig aan het opmaken. Wij waren erbij. Klaar voor een feestje? Ja. Wij twee, Marie en ik, hebben ook een deel van het script. We moesten allemaal een verhaal schrijven. Nou meisjes, dat ziet er goed uit. Zien jullie er klaar voor? Ja. Hoe vaak zijn jullie eigenlijk al op een première geweest? Nee, ik al iets van 4 keer, denk ik. 4 keer? Oké. En jij? Nog nooit. Het is mijn eerste keer. Oeh, extra spannend. Ja. Oké. Nou, we gaan met jullie mee. Klaar voor de grande première? Ja. Helemaal. Ik heb er echt heel veel zin in. Wat zijn je hobby's? Eten. Afgewezen. Kees is te dik. Zo dames, hoe was de concurrentie? Nou, hij was wel sterk. We staan ineens aan concurrentie. Er waren een paar films bij en die waren echt heel goed. Dus het wordt nog heel spannend? Ja, het wordt echt mega spannend. Oké, nou duimen dan, hè? Ik duim met jullie mee. En blijkbaar kan de jurering bij een kinderfilmfestival ook heel snel gaan, want een half uur later was bekend wie gewonnen heeft. De andere 9 filmpjes die zijn trouwens nog steeds online te zien, maar er kon er maar 1 winnen. En de juryvoorzitter Jan van der Velde die kondigde aan wie dat geworden was. En heel toevallig was dat iemand die wij al een beetje hadden leren kennen. De film die gewonnen heeft, weet een belangrijke problematiek, namelijk kinderen die elkaar beoordelen en elkaar veroordelen, op een hele mooie manier te vertellen. Heel mooi in beeld gebracht, goede vorm voor gevonden. De winnaar is De Fakkel met Afgeweken. Jongen, De Fakkel, die mogen naar voren komen. Jongens, even een applaus natuurlijk, even sportief zijn.